dag. We zijn onderweg van de Rotterdamberg. En we willen heel even de sensatie laten zien. Het is best wel mooi en eigenlijk. Maar daarom ligt er dus dit. Het is inderdaad heel koud. We zijn dus vanuit Trondheim eerst over een hoogvlakte gereden en nu zijn we helemaal omhoog gereden. En we zijn nu eigenlijk bijna ter hoogte van de sneeuw. Dus dat is wel goed. En ik denk dat dit het hoogste punt is en dat we daar weer naar beneden gaan. Goed, ja. Hoe vond je de fietstocht? Ja, ik vond het wel leuk. Mooi weggetje. Het was wel stijl, hè? Zeker, dat wel. Maar dat wel. Hey, als je één keer omhoog gaat, dan ga je ook één keer. Ja. Juist. Hey, volgens mij staan we midden in het centrum geparkeerd. Het ziet er vrij druk uit. En leuk hier. En zonnig. Zonnig bergen. Here we come. Let's go. Nou, we zijn aangekomen in Briegen, of bij Briegen, het wijkje met de oude handelshuizen. Wat toch grappig is om te weten is dat de huizen, nou grappig is het eigenlijk niet, maar wat goed is om te weten is dat de huizen in 1702 helemaal verwoest zijn door brand en opnieuw opgebouwd in de oude stijl. En dat dat in 1955 nog een keer is gebeurd. En toen hebben ze ze weer opnieuw opgebouwd. Dus eigenlijk staan wij te kijken naar huisjes uit 1955. Maar wel helemaal in de stijl, in de oude stijl herbouwd. En ik heb nog één leuke andere anekdote, want namelijk in 2006, of wat was het, 2003? Nee, 2006 tot 2009 heb ik voor een Noors bedrijf gewerkt, wat gevestigd was in Bergen. En ik heb een keer daar op een van die terrassen gegeten, die je daar kunt zien. Dat was op een zomeravond. Ik denk dat het redelijk mooi weer was en op een gegeven moment toen begon het te regenen, dus ik zat in mijn eentje op dat terras lekker wat te eten en toen begon het te regenen en toen dacht ik van nou, nu zal iedereen zijn bordje wel pakken en naar binnen gaan, maar nee, de Nooren die zijn zo gewend eraan dat het altijd regent, want in deze stad regent het volgens mij 25 dagen per jaar niet en omdat ze daar dus zo aan gewend zijn en op aangepast, werden er allerlei poncho's uitgedeeld en bleef iedereen lekker in zijn doorzichtige vuilniszak buiten zitten en door eten. Wil je heen of heen en terug, Mau? Doe maar heen en terug. En wat gaan we doen? Heen. Veel. Goedemorgen, we zijn weer onderweg en we zijn nu op weg naar een klimbos. We gaan zo meteen even lekker klimmen. In Bergen? In Bergen. Maar niet op de Bergen. Maar niet op de Bergen. Maar wel in Bergen.
je het leuk, Mido? Ja. Ik ook. Ja. We hebben net geklommen en het was wel echt super leuk. En nu gaan we even avondeten maken. En we staan nu hier op de parkeerplaats van het Klimbos. En waarschijnlijk gaan we hier een nachtje overnachten. Tenzij we weggestuurd worden, maar we gaan het gewoon doen. Er is helemaal niemand meer. Ja, en het leuke van Klimbos in Noorwegen is dat het Kletterpark heet. Kletterpark. Maar je moet niet op je gezicht kletteren. Kletterpark. Dus. Nee, dat is echt superleuk. Oké, nu gaan we lekker eten. En morgen zijn we weer terug. Want dan gaan we namelijk een wedstrijd doen. Dat zien jullie. Zo. Let's go. Wie gaat er winnen? Ik. Good morning. Daar zijn we weer, nog steeds vanuit Bergen. We hebben overnacht bij het park waar we gisteren geklommen hebben, het Kletterpark. We halen de fietsen eraf, want we gaan hardlopen. Ja. Dat klinkt logisch. Een van de zeven bergen van Bergen. En dan wordt elk jaar een hardloopwedstrijd gehouden. En we dachten dat is leuk, want dan heb je een mooi uitzicht, eigenlijk zoals we al hadden van de week. En dan hebben we even een fysieke uitdaging. En het record is om naar boven te rennen is 8 minuten. Dus we gaan kijken hoe lang wij erover doen. En wie er gaat winnen van ons natuurlijk. Het is een wedstrijd tussen de drie mannen. Deze dame gaat niet meedoen. Ik mag niet rennen. Ik ben een beetje kruk. Ik mag niet rennen met mijn rug en ik kan niet rennen met mijn enkel. Dus dat wordt wat. Maar ik ga lopen. Ik ga naar boven lopen en boven doen we de rest van de lunch. We gaan zo van start. Yes. 3, 2, 1, go. Yes. 3, 2, 1, go. Yes. Okay. Rustig aan, hè, boys. Oh kut, dit zijn echt een trappen. Holy fuck, het is fucking zwaar. Nou, ik zie nog niemand achter me. Volgens mij is het goed teken. Ja. Lekker boet. Ja, maar heb je serieus papa ingehaald? Ik weet het niet. Ik ben hem niet voorbij gegaan. Het zou kunnen, want er was op een gegeven moment een afslag. Ja. Misschien heeft papa die genomen. Here we are. Here we are, boet. Nou. Bijna op het dak van de wereld. Wow. Naar boven gelopen. Oef. Nou ja, gerend. Ja, even een broodje eten zometeen. Genieten van het uitzicht. Papa's oude werk. Ja. Papa die, we kijken er wel even naar. Die heeft verkeerde afslag genomen waarschijnlijk. Die kent de weg hier nu niet zo goed. Nee. Hé, hoe was je nou? Zo joh. Dat is ook een record, hè? Hoe was je? Man. Heb je misschien lopen? Nou, 45 minuten nog wat. Jeetje, Mina. Wat heb je? Wow, je schoenen zijn
rennen. Boetie vet. Oh, we waren daar. Wat heb jij nou weer gedaan, man? Daar staat daar iemand op een berg. Zeg, ja, dat was ik. Nee, net. Nee, dat was ik. Niet oh. Drie minuten. Vijf minuten geleden of zo. Waar was je? Jezus, man. Er was een afslag, hè? Ja. Heb jij rechtdoor gelopen? Ja. Ik was 4 minuten na Milo, hè? Weet je hoeveel ik had? Nou? 14:30. Ik 1 uur 2 minuten. 1 uur 2 minuten. Zij toch dat ik je in zou yes, maken? Jongen, ik ben helemaal door de bergen gegaan. Nee. Echt serieus, ik heb die afslag gemist. Hey. Nee, maar ik was gewoon een meter voor me aan het kijken. En ik dacht, ik ga Mido bijhouden. Dus op een gegeven moment, het terrein wordt ruiger en ruiger en ruiger. En toen, ik denk, je, wat is dit nou weer? Waar zijn we nou weer terecht gekomen? Maar ik dacht ook, Mido die is vooruit, dus ik moet wel ook die kant op. Ik kan niet zomaar omkeren. Maar toen ik na een half uur naar beneden ging, toen dacht ik van, nee, dit is niet goed. Oké mensen, leuk dat jullie nog steeds kijken. Au volle. We zijn nu onderweg van Bergen naar Oslo. En het is leuk, dan kom je dus allerlei van dit soort landschappen tegen. En wat ik wel grappig vond, is dat hier twee van die gigantische cruiseschepen liggen. De Holland America Line en de Viking Sea. Oh ja. Yeah. De Eidfjord is dit. En we gaan nu verder richting Oslo. En dan gaan we morgen de stad van Oslo ontdekken. En daar hebben we zin in. En ondertussen kijken we onderweg lekker naar buiten, naar 380, 340 kilometer eraan door dit soort landschappen. Oké, we zijn aangekomen op de camperplek. En misschien, zoals jullie wel weten, ben ik een behoorlijk skifanaat. En ja, we hebben nu echt een best wel leuke camperplek. Hier word ik wel vrolijk van. We staan namelijk nu naast de Holmenkollen Skischans. Die kunnen we dus vanuit ons raampje zien. Dus dat is wel heel vet. We gaan heel veel snel een kijkje nemen. Morgen gaan we echt naar het ski museum. Dat zit er ook nog. Dus dat is ook wel vet. Oef. Ik weet dat het zo is. Oké, dit was even een kleine preview voor morgen. En volgens mij hebben we iets om echt op te verheugen. Dus tot morgen. Goedemorgen. Het is zover vandaag. We gaan naar het ski museum en de skischans. En ik heb speciaal voor deze gelegenheid een mooie pet op gedaan. Ik denk dat die er wel bij past. En we gaan even een kijkje nemen. Van boven. Indrukwekkend om te zien ook van hoe hoog die gasten zo naar beneden springen. Ja, precies. Zo. Hoe vond je het, man? Ja, ik vond het leuk. Ja, ik vond het ook leuk. Zo, nu gaan we lekker lunchen en dan gaan wij ons verplaatsen richting het stadcentrum en dan gaan we morgen Oslo verkennen. Tot morgen.
Waar zijn we nou weer beland? In Oslo. Oslo, here we come. En? Hoofdstad. Ja, de hoofdstad van Noorwegen. De grootste stad. Weet je hoeveel inwoners er zijn, Boet? Met welke stad denk je dat te vergelijken is in Nederland? Het is een van de 4 grote steden. Rotterdam. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of Utrecht. Den Haag. Nee, het is qua inwonertal Rotterdam, te vergelijken met Rotterdam. Hij zei Rotterdam, Rotterdam. Hè? Zei jij Rotterdam? Ja. Okay. Rotterdam, Boet. Want Noorwegen heeft namelijk 650.000 inwoners. Dus dat is vergelijkbaar met Rotterdam. Maar... Oslo bedoel je? Oh, sorry. Oslo heeft 650.000 inwoners vergelijkbaar met Rotterdam. Maar wat een groot verschil is, is dat er per vierkante kilometer veel minder mensen wonen. Ja, dat hebben we wel gemerkt. Interessant. Want hier zijn het er namelijk 1500 per vierkante kilometer. En in Rotterdam zijn het er 3000. Dus het zijn 2 keer zoveel. Dus je ziet het ook, de gebouwen die zijn helemaal niet zo hoog. En als je daarheen kijkt, dat is natuurlijk bizar. Het is gewoon groen. Je ziet gewoon ruimte. Ja. Natuur om je heen. Dus dat is wel heel mooi. En wat wel leuk is, we gaan vandaag een aantal dingen doen. We gaan de wisseling van de wacht gaan we kijken. We gaan naar het Vigeland Park, heet het geloof ik. En we gaan naar... Dat is een beeldentuin. We gaan de Karel Johansgatte even doorlopen. Dat is volgens mij de Kalverstraat van... Nee, dat zeg ik dan niet goed. Hè? De Koolsingel van Oslo. En als het goed is, zijn we dan aan het einde. Daar. Maar nu even een broodje eten. We zijn aangekomen bij de Karel Johansgatte en dat is de Koolsingel die naar het paleis van de koning loopt. En dat zie je daar. En daar moeten we om 2:30 zijn. We hebben nu nog 3 kwartier, dus we lopen even snel door de winkelstraat. En dan zorgen we dat we om 2:30 bij de Changing of the Guards zijn. Dit is de Stortinget, is het. En dat is het Noorse parlement. Zit hier. Midden in het centrum van de stad. Grappig toch? Dit is het Noorse parlement, zit hier. En het is wel grappig, want dat Stortinget, dat betekent onderhandeling. Wat ik op zich wel een grappige naam vind voor een parlementsgebouw. Oké, jongens, we zijn ons aan het klaarmaken voor een bezoek aan het Vigeland Park. We kunnen beter het Naki Park noemen. Het Naki Park, want er staan heel veel... Naakte mensen. Naakte mensen. Om precies te zijn, het zijn er... Hoeveel denk je dat er staan, Boet? Hoeveel beelden? Wilde gok. 120. Nou, bijna goed. 150. Het zijn er 212. En die zijn allemaal gemaakt door Gustav Vigeland.
was het Vigeland Park. We gaan nu de fietsjes pakken. Terug naar de camper, wat eten en dan? Ja, gratis pesto eten. Gratis pesto eten? 4 potjes pesto. Maar belangrijk nog, wat gaan we doen? We gaan Noorwegen verlaten vanavond. We gaan de grens over naar Zweden. We gaan naar Ljungskile, dat zeg ik vast niet goed. Naar een plaatsje iets boven Göteborg, waar we morgenavond de boot nemen. En we gaan naar Ljungskile, omdat Theresa er vandaan komt. En we gaan morgen lunchen met Theresa, haar ouders daar. Een echte Zweedse lunch. Een Zweedse lunch. Een Zweedlunch. Hey. Lekker. Zo, Mido en ik die zijn een klein beetje vooruit. Omdat het weggetje nogal steil is, ik denk wel 20%, dus wij zijn even iets harder omhoog gefietst. En genieten nu nog even van het uitzicht. Want waar zijn wij vandaag geweest? Ik ga het proberen aan te wijzen. Daar is het paleis. Het Beeldenmuseum ligt achter het paleis. Daar ergens. En de straat natuurlijk, de winkelstraat zoals ik hem noemde, maar dat is eigenlijk niet echt een winkelstraat. Maar de... Weet je die straat nou ook weer? De Karel Johans. De Karel... De... Ja, en de Karel Johansgatte, die ligt voor het paleis. Daar. Dat was het. En onze camper, die staat... Daar! Dus we gaan nu nog de laatste 2 kilometer. En dan gaan we lekker pasta eten. Ga je mee?